Vanaf afgelopen weekend is het mogelijk om met een speciale ADO Den Haag pendelbus vervoerd te worden van station Vorenpark naar het Kyocera Stadion. Het initiatief van boardingsponsor Taxi Haaglanden maakt het mogelijk om voor ADO Den Haag fans die wat minder goed ter been zijn of gewoon bij slecht weer, toch snel en comfortabel naar het stadion te komen op wedstrijddagen. In Nederland hebben we helaas meer regenachtige dagen dan zonnige dagen. Dus we vonden het een goed idee om te zeggen van nou, dan gaan we een bus zetten, zodat ze een optie hebben, een keuze. Ja, ik denk dat er heel veel supporters echt blij mee zijn, maar hoe kom je op zo'n idee? Want je hebt die bus gekocht, heb ik begrepen? Ja, we hebben hem uit Duitsland geïmporteerd. Wij zijn ook een sponsor van ADO Den Haag, dus met Taxi Haaglanden die op de boarding staat bij de veld. En we vonden we dat, was een idee van ons van een paar jaar geleden, dat wij vonden dat heel veel ook ouderen en kinderen en allemaal moesten lopen, ook in de regen. Nou, dan vonden we dat er moet een oplossing voor komen en ook een oplossing die niet al te duur is. Dus we vragen 75 cent per persoon en dat is voor een enkele reis dat wel. Maar ja, we vonden het een redelijk bedrag. Het is natuurlijk niet iets waar wij winst op willen draaien, dus het is meer echt dat wij het leuk vinden voor de supporters om wat terug te doen, zeg maar. Het is naar de wedstrijd toe en na de wedstrijd is dat... Weer terug. Okay. Dan weer terug. En dan blijft hij na de wedstrijd nog een uurtje rijden. Dus dan kunnen de stewards ook weer terug. Ja. Dan, anders moeten ze ook gaan lopen. Ja. Nou, fantastisch. Ja, vandaag voor het eerst. Dus ik hoop dat je heel veel passagiers mee gaat nemen. En succes. Ja, dankjewel. Dat zal wel goed komen. Meneer, volgens mij heeft u de eer om de eerste passagier in de pendelbus van ADO te zijn. Ja. En toevallig heb ik dat op de site gezien. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dat is een goede uitvinding weer. Voorheen was het de HTM die je deed. En voor een hoop mensen die niet houden van zo'n end lopen, is dit een prachtig initiatief van de sponsor van ADO.